Welkom in het ons zo geliefde Torpedotheater. Dit is dus de tweede avond van het Karin van Ringen Festival. En dat Karin van Ringen Festival is een initiatief van het Karin van Ringen Fonds. Zoals de meeste van jullie misschien wel willen weten, is dat het Karin voor haar dood had. Fonds opgericht. En dan zet ik dat erin. Het was dan niet zo dat je daar je handen voor aan had. Maar hij stuurde er ook altijd prachtige brieven bij. En die brieven, niet alleen brieven aan mij hoor, maar brieven aan anderen zijn ook nog gebundeld. Een van de weinige auteurs waar, voor wie speciaal een uitgeverij is opgericht. Maar het zou ook om 8 uur beginnen en het is nu al 5. Nog 5. Beginnen? Ja. Dus we waren gewoon te laat. Nee, dat heb ik echt niet begrepen. Dus dan heb ik nog maar 5 minuten. Dat schreef ik in de krant. Ik heb wel begrip en zelfs sympathie voor de Turkse vader die zijn dochter thuis houdt. Hij probeert haar te beschermen tegen de lawine van verwarring en smeerlapperij die de moderne liberale industriemaatschappij op haar afstuurt. De man probeert zijn wereld klein en overzichtelijk te houden. Ik neem hem dat niet kwalijk. Einde citaat. Hij zou kunnen kijken naar seks en geweld op de televisie, maar hij zou het ook kunnen laten. Hij zou een moskee kunnen bezoeken, maar ook een vreugdeloze protestantse sekte. Hij zou zelfs Multatuli kunnen lezen en op een zonnige lentemorgen het huis bevrijd kunnen verlaten en de armen ten hemel strekkend kunnen roepen: O God, er is geen God. Als hij in de klas iets aan me vroeg, zei ik altijd om hem weerbaar te maken: schreeuwen, jongen, boven de versplinterende barkrukken, uitschreeuwen. Je wordt politieagent, geen souffleur. Dan lachte hij vriendelijk en kromp mijn hart, omdat ik zo'n botte klootzak was. Dat hij niet in de les kon komen. Ik vroeg hem waarom niet. Hij zei: ik heb oorpijn en dat komt door u. U bent de vreemdste man die ik ooit ontmoet heb. En uw vreemde verhalen komen door mijn oor in mijn hoofd. Mijn oor is er ziek van geworden. Het is een heel exemplarisch stukje voor mij, want het is zo groot. Maar meer dan de helft is een citaat. Ik hou ontzettend van citeren. Überhaupt van overschrijven van andermans gedachten. Dat doe ik eigenlijk het allerliefst. En toen is, ontzettend kwaad op me geworden. Heel erg kwaad, Adriaan van Dis. En toen pas realiseerde ik me dat hij heel erg nare dingen had meegemaakt met plagiaat. Hoeksteen heet dat stukje. Ik koester een wapenfeit. Op de politieschool, toen het gewoon... Oh, dat moet ik er nog even bij zeggen. Toen ik op die school kwam, was ik de tweede burger, zoals ze dat heten. Zij, die leerlingen, liepen vanaf de eerste dag helemaal in uniform. Raar eigenlijk dat er een burger was. En er waren twee burgers. Eén was echt nummer één, de gymnastiekleraar. En ik was een paar jaar later voor Nederlands. En verder, jarenlang waren wij met z'n tweeën de burgers en werden als zodanig ook begonnen. Er werd relatiekunde gedoseerd. Dat was onnodig, zei ik. Het huwelijk van Elschot was genoeg. Ik hoop dat iedereen het beroemdste gedicht uit onze taal kent. Het huwelijk van Willem Elschot. En dat is een onverwoestbaar gedicht dat over het huwelijk gaat.
Dat zal u niet verbazen. Het is toch prachtig, prachtig en prachtig. En dat moet je ook onthouden. En de meeste van u kennen het. Zo gingen jaren heen. De kinderen werden groot en zagen dat de man die zij hun vader heette, bewegingloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een God vergeten en vervaarlijke aanblik bood. Nou, als je dat gedicht uit je hoofd leert, dan is er helemaal geen relatiekunde worden. He, want daar zit alle relatie van het leven zit hier in. Maar ik heb geen idee wat ze gaan zingen. Frans. Alleen maar Frans? Ja. Je perds tout courage.
cochon, il sait pourtant bien que je dois rester, mais je jure que s'il le crie encore une fois, moi je viens. J'ai mon amour pour seul bagage et tout le reste, je m'en fous. Puisque vous partez en voyage, ma chérie, je pars avec vous. In pleidooi voor de potscherf ziet Tommy Wieringa in Frankrijk iets moois. Nu komt er dus een stukje van Tommy Wieringa. Een klein gezin loopt over een klinkerstraatje naar beneden. Er schijnt geel straatlicht op hen. Ik vind dat je veel uit je fantasie moet halen. Maar de waarheid kan, ja, de waarheid is toch eigenlijk onverslaanbaar. Ze zeiden dat ik rustig naar Turkije kon komen. Dat ik dan ontvangen zou worden door hun ouders. Dat ik bij ze kon eten en slapen, zolang als ik wilde. Ik voelde me overweldigd door hun natuurlijke gastvrijheid, maar ik wilde mijn kleine theorie niet loslaten. Ik zei dat ik nooit naar Turkije zou gaan, omdat ik wilde fantaseren over Turkije. Ik zei dat mijn voeten en ogen en neus prachtige apparaten waren, maar dat ze in de schaduw bleven van mijn fantasie. Ik zei dat ze het niet persoonlijk moesten opvatten. Ik was onlangs nog uitgenodigd door een vriend om samen Odessa te bezoeken en te wandelen door de straten van Benja Krik. Een beroemde misdadiger was dat. Dat had ik ook afgeslagen. Met hetzelfde argument, ik wilde dromen over Benja Krik. De twee Turkse politieaspiranten kwamen toch op een zomeravond in uniform. De honden renden op ze af, maar de twee jongens lieten hun Nederlands paspoort zien en riepen: goed volk! De honden zwegen. Twintig jaar geleden zat er op de politieschool een Marokkaanse prins. Hij was hooghartig en bemoeide zich met niemand. Hij liet zijn mooie zusje in Rotterdam door drukke straten voor zich uitlopen. En als er dan mannen naar haar keken of floten, kwam hij tevoorschijn en sloeg ze. Hij was heel sterk, maar hij begreep ons rechtssysteem niet. Hij werd ontslagen. Ja, is gebeurd. Hoe staat het ermee? Oh, ik kan nog eventjes, maar geeft iemand, Karel of iemand anders, of Paul, een seintje als het genoeg is? Twee, dat is goed. Ja. Nee, dat moet ik overslaan. Ja. Ik lees het. Ik heb het verkeerde boek. Het boek van daarnet. Oh, god. Nu blijft er nog maar één over, eigenlijk. Ik dacht dat wij gevraagd waren specifiek voor Franse liedjes. Maar Paul is altijd vol verrassingen. Verrassingen dat hij zelf niet eens weet. J'aime Paris au mois de mai, quand les bourgeons renaissent, qu'une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité. J'aime Paris au mois de mai, quand l'hiver les laisse, que le soleil caresse ses vieux toits à peine éveillés. J'aime sentir sur les places, dans les rues où je passe, ce
danse, il me plaît à me promener. Par les rues qui se faufilent, à travers toute la ville, j'aime. Et ces aquarellistes que le printemps a ramenés comme chaque année le long des quais. J'aime Paris au mois de mai, la Seine qui l'arrose et mille petites choses que je ne pourrais expliquer. J'aime quand la pluie sévère et quand la paix sur terre et que la ville s'éclaire de millions de lumières. Il me plaît à me promener, contemplant les vitrines, la nuit qui me fascine. J'aime Paris au mois de mai. J'aime Paris au mois de mai. Monseigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Le restant m'indiffère. School deelde ik de kamer met de adjudant S, schietleraar. Hij was een man die een afgerond universum in zich droeg. Hij had opvattingen die ooit gevormd waren en onafhankelijk van de tijdgeest verder leefden. Ik bewonderde hem zeer, omdat ik aangeraakt word door elk vleugje ideologie, hoe gering of abject ook. De theorielessen van de adjudant S bestonden uit het afschaven van de geweldsfantasieën van de leerlingen. Hij was een blinkende parel in de rechtsstaat. Persoonlijk was hij de meest in zichzelf gekeerde anarchist die ik ooit ontmoet heb. Hij zei dat hij geen baas nodig had en dat was ook zo. Hij was niet braaf, maar hij deed gewoon op een onverzettelijke manier wat hij moest doen. Tussen haakjes, anarchisme komt veel voor bij de politie, maar van een ander soort.
De adjudant S was uniek. Haakjes sluiten. De adjudant B was zijn tegendeel. Een stramme dienstklopper voor wie de hiërarchie door God zelf was uitgevonden. Een dialoog tussen de twee adjudanten. S zegt, ik heb geen baas nodig. B antwoordt, maar bij wie moet je dan verlof vragen? Het is gewoon gebeurd waar ik bij 247 is dan mijn laatste stukje. Toen het arbeidsbureau in Zutphen me berichtte dat ik moest solliciteren bij de politieschool, had ik niet veel hoop. Ten eerste omdat het bureau zichzelf verkeerd spelde, B-U-R-O. Ten tweede omdat ik meende dat de agenten me liever niet hadden. Dat laatste bleek waar. De directeur was zwaar gereformeerd, Romeinen 13, en had de vrouw van zijn dominee gevraagd te solliciteren. Om het mij moeilijk te maken had hij 3 veiligheidsdiensten gevraagd mijn antecedenten te onderzoeken. Ik moest dus heel lang wachten op antwoord. De 3 diensten, politie, militair, BVD, konden niets vinden en omdat ik meer van Nederlands wist dan de domineesvrouw, moesten ze me wel nemen. Met lange tanden. Het was de tijd van de allochtonen, dat de allochtonen als een vloed binnenkwamen. Ik was een van de steunpilaren van het nieuwe gebouw. Het kon me niet schelen dat vele nieuwe aspiranten een zeer povere kennis van onze taal hadden en dat ik daaraan niets kon verbeteren. Ik vond het prachtig dat Koerdische schaapsherders zich als dichters uitdrukten en Alewitische Turkinnen zich in de klas hevig verzetten tegen hun Sjiïtische klasgenoten. Dingen die iedereen nu weet en kent en toen niemand, behalve ik. Gisteren kreeg ik bezoek van 2 oud-collega's, massieve inspecteurs die in gevechtstenu aan tafel zaten en zwarte koffie dronken. Wat honing voor de beer is, is koffie voor de smeris. Het kan ook zijn dat links en rechts onherkenbaar zijn geworden en dat ik alleen maar schuil onder de paraplu van de taal. Verwarring. Eigenlijk moet je dit kun je bijna een plezier doen aan een taal, kun je met een Engels accent zien, maar als je wil, mag goed. Nee. Nu moet ik even nadenken, hè. Ja, ik moet even nadenken. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Des chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. 1 million de roses n'embaumeraient pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, non. Je ne veux pas. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. Lui qui veut me tuer, c'est magnifique d'être.
C'est des petits œufs, j'ai mangé la coque. Je les fonds là, ils sont trop noirs. Et j'en achète pas. Si t'avais été moins vantard, t'aurais dit que je bouffe que des pommes de terre. Et quand t'es fait du vantard, je prends un paquet. Tapa, tapatouli. Tapatouli à ta doudou. T'as des doutes et tu dis pas tout. Et puis ceux qui leur donnent tout. Tu as dit, mon papa les riches. Il a des dents d'or, il met des cravates. Ma maman met des plumes d'Autriche. Si t'avais été plus modeste, t'aurais dit que ta mère elle est modiste et que ton papa l'empeste parce qu'il est lampiste. Tapa, tapatouli, tapatouli à ta doudou. T'as des doutes et tu dis pas tout, c'est qu'il a ton goût. Il a dit j'ai une maison, tapissé partout, même dans les toilettes. Avec la télévision, monté sur roulette. Si t'avais été plus honnête, sans dire sans être sur ta maisonnette. Tapatouli à ta doudou, t'as des doutes, tu dis pas tout, et qui c'est qu'il a dans le dos. Bravo Marie.